We staan hier momenteel bij Bas Koeten. Ik spreek hier met Rob. Rob, je bent een van de monteurs bij Bas. Hoe vind je het gaan? Op zich wel redelijk. Alleen een beetje jammer dat deze golf natuurlijk al een paar uur binnen staat vanwege wat problemen. Maar ja, dat is het spelletje. Zou het probleem niet te verhelpen zijn? Ik hoop het wel. Alleen ik moet even horen zometeen. Maar ik hoor hem starten, maar hij loopt nog niet. Dus dat gaat niet helemaal lekker, denk ik. Nee, het wordt een lange nacht. Ja, het wordt altijd een lange nacht, maar dat maakt niet uit. Hoe ga je zo'n nacht in? Heb je al vaker 24 uur races gedaan? Ja, diverse. Diverse. En ben je goed uitgeslapen of zeggen we, nou weet je, het maakt me niet zoveel uit, ik zie het wel. We slapen niet zoveel uit, want je hebt al een paar dagen voor voorbereiding. Dus ja, dan ben je al moe en dan ga je nog een race in en dan heb je een stuk voorbereiding. Dan 24 uur en dan opruimen, dus je bent meestal iets van 40 uur achter elkaar wachten. Dus. Feestje zit er meer in vanavond? Vanavond zeker niet, maar hopelijk morgen als we op het podium staan, maar ik moet er gewoon wachten. Geweldig, ik wens je veel succes. Hopelijk zien we de oranje snel op de baan en maak je een goede nachtrust. Is goed, dankjewel.